Breda Nu. Je weet het meteen. Wij laten vandaag eigenlijk de producten zien die onze studenten gemaakt hebben gedurende de voorbije, het zijn telkens blokken van 7 weken. En we willen eigenlijk laten zien wat dat, hoe dat onze link is met de industrie en hoe dat wij eigenlijk proberen zoveel mogelijk de studenten in een industrieel kader te laten werken. En wij zorgen ervoor dat zij in teams werken met visual artists en met programmeurs en met game designers. En wij streven ernaar dat zij eigenlijk vanaf het begin, vanaf de schetsen op papier, met een concept komen. En dat wordt dan eigenlijk helemaal uitgewerkt. Dat wordt getest. En wij werken naar een finaal product toe, eigenlijk, wat dan een klein gamepje is. Het spel Ragnarok, of Ragnarok, ja. Weet wat we bedoelen. Jullie hebben 2 prijzen gewonnen. Ja, dat klopt. We hebben aan het eind van het jaar was er een prijsuitreiking. En uiteindelijk is er uitgekomen dat wij werden gekozen uit een aantal spellen die in het tweede jaar zijn gemaakt. Dat is erg leuk. En hoe kwamen jullie bij dit idee voor dit project? Nou, het idee is eigenlijk vanuit een client gekomen. Dus een client die heeft ons eigenlijk een opdracht gegeven. Die heeft gezegd van joh, dit wil ik graag hebben. En toen hebben wij eigenlijk daar het spel omheen gebouwd. En dan belandt het misschien uiteindelijk op de markt of loopt dat zo niet? Is dat te snelle gedachte van mij? Nou, dat is uiteindelijk wel natuurlijk wat we hopen. Dat hangt eigenlijk een beetje af van de client. De client die wil heel graag dat het inderdaad op de markt komt. Wij ook uiteraard. Maar het hangt een beetje af van de school eigenlijk, of het dus inderdaad door mag. Wat we hebben geprobeerd te doen als studentengroep is een industriestandaard spel te maken. Dus op hetzelfde niveau als iets wat je in de winkel zou kunnen vinden. En ik denk dat we daarin, wat het gelukt is, het is een succes geworden. Dus voor ons kleine studentengroepje hebben we best iets flinks neergezet. Zo. Wat heb jij voor spel ontworpen? Ik heb een VR multiplayer escape room gemaakt. Samen met Ubisoft, dat een heel grote publisher en developer ter wereld is, de grootste. En we kregen een unieke kans om een collaboration project met hun te doen. Maar ik moet er wel bij zeggen, het is niet van plan om echt commercially gereleased te gaan worden. Dus het wordt niet uitgebracht binnen winkels. Het is echt een unieke kans voor studenten om met een van hun titels iets heel gaafs te kunnen gaan ontwikkelen. Afternoon, Agent 626. Hope you settled in all right. There's plenty of work to be done. Good job, Agent. Breda Nu. Je weet het meteen.